8 juli, kermismaandag. Het jaarlijkse koningsschieten van onze gilde ligt op die datum al jarenlang vast. Dit jaar is het gilde Sint Catharina aan de beurt. Tijdens de heilige mis neigen de vaandels bij de consecratie, de vogel wordt ingewijd en de vendelgroet is voor de wereldlijke en kerkelijke overheid. We mogen deze vogel ons herinneren aan de vredesduif die vrede brengt overal ter wereld. Na de mis werd even gepauzeerd in het clubcafé De Klare om daarna als laatste in de rij te gaan naar het schietterrein bij het Draaiboomke. Allereerst lopen de gilden 3 maal linksom rond de schutsboom. Dit om eventuele boze geesten te verdrijven. De boom wordt ontsloten. De oude koning wordt van zijn koningszilver ontdaan en dat wordt aan de schutsboom opgehangen. Met de neus naar de kerk. Die kant in, Joost. Zodra de boom weer rechts staat, dan moet eerst de lokale burgemeester. Joost Wagenmakers, die schieten die keren, dan Artemis, de pastor. En als dan het wereldlijk en het kerkelijk gezag geschoten heeft, kan de wedstrijd beginnen. Kijk eens terug naar de afgelopen 4 jaar toen jij koning was. Ik heb daar zeer leuk ervaren. Bij alle gelegenheden moet je dan wel aanwezig zijn met de hoofdman, maar ik heb daar, ik deed dat graag. En dan leert heel veel mensen kennen in het gildewezen. Zeker op gildedagen, dan moet het dan om 8 uur 's morgens wel zijn, maar daar laat ik er graag voor over. Nou is het gilde de afgelopen tijd heel erg in het nieuws geweest met de inhuldiging van onze nieuwe koning, koningin. Jullie hebben er vlakbij gestaan, hebben zelfs een hele grote rol gespeeld. Geef eens een indruk, geef eens jullie ervaringen weer. Het was een geweldige dag. Het verbaast mij dat zoveel gildebroeders en zoveel vlaggen daar aanwezig waren. En met veel mensen die zeggen, ja, moet dat al zoveel geld kosten? Ik denk dat het dubbel en dik waard was. Onze koning, dat is toch niet zomaar iemand. En Maxima, dat moet ik zeggen, dat is een geweldig mooie vrouw. Die zit echt nog 100 keer mooier dan op de tv. Dat is gewoon zo. En ja, die mensen doen toch iets. Dus het is fantastisch. En dat wij als gilde daar toch iets een rol in mogen spelen, dat vind ik wel leuk. Ja. Het was een hele rel, Maxima mag wel of niet over de vlag lopen. Hoe denk jij daarover? Ze is koningin, hè?
prins Bernhard, die noemden ze prins, die mocht er niet over. Maar ze noemden ze koningin Maxima, dus de koningin mag over de vlag. En de paus en de koning. Ja. Dus. Ik hou jou niet langer op, want ik neem aan dat jullie nog een hele lange dag voor een boeg hebben. Een gezellige dag. En dat gaat helemaal lukken, denk ik. Ik denk het wel. Er komt helemaal goed weerwerk mee. Dus we zijn met veel gildebroeders in mijn gestel allemaal gelijk gestemd. Dus we maken een mooie dag van. En dan is, nou weet ik zeker dat het goed is. Ze zijn allemaal even serieus. Laten we nu wel een deel. 4 jaar geleden, een tijdenschap van 8000 schietmaar zitten. Want is niet. De lijn van, denk ik hoor. Maar het is wel een formaliteit. Dankjewel, Toontje. We leggen hem neer. De installatie van de nieuwe koning begint met het wassen van de handen in een tinnen schaal. En de koning gooit daarna een zilveren munt in die schaal. Vervolgens wordt hem het koningszilver omgehangen en hij mag het moedervaan betreden. Tot slot brengt de vaandrig hem de gildegroet en wordt er een erewijn geschonken aan al de genodigden. Met onze nieuwe koning, proficiat. Chef Roesel, de nieuwe koning. Allereerst van harte proficiat natuurlijk. Hey, een wedstrijd net achter de rug. Was het een zware wedstrijd? Nee, het was geen zware wedstrijd, maar wel een sportieve, denk ik. Het was echt een verrassing dat ik het werd. Het was echt niet iets afgesproken, het was gewoon eerlijk. Het laatste schiet, die heeft hem. Ik had de indruk dat die vogel behoorlijk stevig stond. Ja, die vogel stond ook stevig, maar dat moet ook, want anders is de wedstrijd veel te snel afgelopen. Dus het moet leuk blijven. Nou heb ik al het koning tegen jou gezegd, maar ben ik eigenlijk wel goedgekeurd door de andere twee koningen van de gilde? Want dat heb ik gehoord, dat was een voorwaarde. Dat was een voorwaarde, maar ze hebben het nog niet officieel vermeld. Maar misschien dat ze nog komen. Maar ik denk dat het wel goedgekeurd is. Verwacht ik wel. Want anders had ik het wel gehoord. Ja, we houden erop dat jij koning bent. Wat is eigenlijk de taak van een koning? Nou, het is eigenlijk een beetje een ereplaats. Het is een ereplaats dat je, ja, niet als hoofd van de... We hebben een hoofdman en we hebben een koning. En een koning, ja, die staat eigenlijk een beetje boven de gilde. En omdat we over de vlag mogen lopen, is het eigenlijk een beetje een ere... Ja, eergelegenheid. Ja. Dan wens ik jou de komende 4 jaar, want het gaat om 4 jaar, heel veel plezier, geluk met jouw gilde als koning. Ja, heel hartelijk bedankt. Dankjewel hoor.